Bij een brand in een tussenwoning in de Leimuidenstraat in de Reeshof is dinsdagmorgen een man om het leven gekomen. In de slaapkamer was sprake van hevige rookontwikkeling. De rookmelders gingen af en de brandweer was snel ter plekke. Toch heeft de jonge huurder het pand niet tijdig kunnen verlaten. Volgens buurtbewoners was er eerst sprake van dat het rookalarm afging en vervolgens hoorden zij een harde knal. Naar de oorzaak van de brand wordt nog gezocht. Kunt u vertellen wat er gebeurd is? Nou, ik had aan de koffie beneden en ik hoorde een keer een harde knal. Dus ik denk, ja, mijn buurman is misschien gevallen. Dus toen kwam mijn buurvrouw aan de deur. Ze zegt, oh, waar boven bij mij de buur, dat is toch alles in brand. Ik zeg, heb je de brandweer gebeld? Nee, zegt, ik weet niet wat ik moet doen. Nou, daar heb ik 112 gebeld. Nou, binnen 5 minuten waren we hier. En verder, ja, weet ik niet wat er aan de hand was. De meldalarm ging af en ik ben bij de buurvrouw aangeklopt. En dan heb ik het doorgegeven die het 112 voor mij gebeld heeft. En we zagen dat de brand bij hun boven was. Waar ging het brandalarm af? Bij hem in huis. Wat voor brandalarm was dat? Een rookmelder. En die hebben jullie allemaal in huis? Ja, standaard van de woningbouw. Wie woonde er in de woning? Een jonge man alleen. Hoe lang woonde hij? Ongeveer van mij af. Had u ook contact met hem? Ik had contact met hem, samen met mijn man. Een op zich een aardige jongen. Ja.